Suriname is op weg naar malaria-eliminatiecertificering. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met het malaria-programma een kick-off meeting georganiseerd met als doel alle gezondheidsorganisaties, nationale en internationale partners en belanghebbenden te informeren en te betrekken bij deze laatste meter op weg naar de WHO-certificering. Rakesh Gayadar Sukul, directeur Volksgezondheid, vindt het belangrijk dat elke Surinamer op de hoogte is van de wijze waarop het land malariavrij gehouden kan worden. Ik zou dus jullie allen alvast warm willen maken voor de komende periode, waarbij wij iedereen bewust van willen maken van wat allemaal nodig is. We moeten allemaal kennis dragen van de gevaren die er zijn. We moeten bewust zijn van hoe kunnen wij onze status bereiken en behouden. Want voor eliminatie aan Allah, voor oren tap nul transmissie in Surinaams landgebied. Dat na morgen gewoon één geval binnen de plek waar de vector aanwezig is, en dat is meer dan 3/4 van ons grondgebied, is al een potentieel bron van uitbraak. Volgens de PAHO WHO-vertegenwoordiger voor Suriname, Jaflo Ouattara, is Suriname bijkans al 25 jaar bezig met het bestrijden van malaria. Hij pleit ervoor dat iedereen samenwerkt en elkaar versterkt om het doel van malaria-eliminatie te bereiken. And you know the elimination initiatives in the elimination initiative in PAHO has been established in 2019, and it is a whole agenda for the region to eliminate around 30 communicable diseases, and that's really important, and malaria is one of them. And if you look at that agenda, it starts since the 1960s, where people start eliminating, you know, and you have the malaria, the first one is Grenada, St. Lucia, Trinidad and Tobago, and Dominica and Jamaica, and that was early, you know, 1916. And it is important. So we can say 60 years later, we still have malaria in some country. Volgens planning zal het proces voor het aanvragen en starten van het malaria-eliminatie-certificeringsproces bij de WHO begin 2025 plaatsvinden.